Henk Westbroek heeft op live televisie een gemene opmerking gemaakt over zijn leeftijdsgenoot Henny Huisman. Hij is niet enthousiast over zijn deelname aan Beter Laat Dan Nooit. Beter Laat Dan Nooit, een soort Omroep Max-programma dat verdwaald is geraakt bij commerciële televisie, waarin oude tv-sterren op reis gaan met een jonge BN'er, verhuisd na de zomer van RTL 4 naar SBS 6. De vier deelnemers deze keer zijn Ad Visser, Edwin Rutte, Frits Barend en Henny Huisman. Het geheel wordt gepresenteerd door Estefana Polman, bekend als de vriendin van Rafael van der Vaart. Het werd gisteravond kort besproken in de SBS 6 talkshow Marcel en Gijs. Gastheer Gijs Groenteman zei: "Ik denk dat we daar de komende weken nog veel aandacht aan moeten besteden in dit programma." Cosmopolitan-host Marcel van Roosmalen voegde toe: "Ik begrijp dat ze alle vier langskomen en hopelijk Estefana ook. Ik vind het weer een slimme zet van John de Mol om haar daar neer te zetten. Gijs, hij heeft echt een talent voor het herkennen van talent, niet waar?" Wat verwacht Marcel van deze tv-serie? Estefana staat een zware periode te wachten. Ze moet met dat viertal, ik weet het niet, door Thailand reizen. Nou, dat zal echt zwaar voor haar zijn. Hij ging verder: "Stel je Frits Barend voor op een Thais strand. Dan loop je echt met een last aan je been door Thailand. En Ad Visser, ook geen pretje. Maar goed, we krijgen ze allemaal hier aan tafel." Tafelgast Henk Westbroek geeft dan zijn mening: "Ik vind Frits Barend wel aardig, maar vind je het erg als ik Henny oversla? Visser is natuurlijk een aardige man, maar hij is een beetje zoekende, laten we zeggen, naar een meer esoterische kant." Henk komt dan met zijn gemene sneer naar Henny Huisman, die eindelijk heeft geaccepteerd dat zijn tv-carrière voorbij is en bereid is om op te treden als tv-kandidaat. Henny Huisman is een man die vooral het woord kent als het gaat om persoonlijke voornaamwoorden. Ai. Henk gaat verder: "En wie was er nog meer? Edwin Rutte. Maar dat is een leuke man. Is hij dood, toch? Oh nee. Serieus. Ik vind hem zo'n leuke man. Daar heb ik zelfs een Sinterklaasliedje voor geschreven, weet je? Hij is zo'n aardige man. Excuses, ik dacht echt dat hij overleden was." Niet veel later haalde Henk ook uit naar Erik Dijkstra, die Fidan Ekis heeft bekritiseerd. "Het ergste aan die hypocriet is dat hij zei dat hij die documentaire nooit had gezien, maar wel een mening had.